Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week doen wij een verslag van activiteiten die in onze gemeente worden gehouden. We brengen ook elke week een aantal onderwerpen wat langer in beeld. Deze week geven we onder andere speciaal aandacht aan de Kinderboekenweek. Die is dit jaar van 2 tot en met 13 oktober. Ter ere daarvan komt op zondag 13 oktober Irene van beeldmakerij La Rosse en de Jong naar Made. In de theaterzaal van de Bernardus verzorgt zij een poppenkastvoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Samen met hun ouders, grootouders of begeleiders kunnen zij genieten van een prachtige voorstelling. Het verhaal gaat over een koning en een koningin die op zekere dag een geheimzinnig pakketje ontvangen. Dit pakketje zit vol met alle kleuren die er maar kunnen zijn. De koning wil alles geel hebben, maar de koningin alles groen. Beide zijn best een beetje eigenwijs. Dat vraagt natuurlijk om problemen en die komen er ook. En wie lost nu al die problemen op? Tussen 3 en 4 uur 's middags komt gelukkig alles weer op zijn pootjes terecht. De plaats van de geplande nieuwbouw in Hoge Zwaluwe is als eerste definitief bepaald op de zuidkant van het dorp. Dat betekent dus het terrein langs de Kerkdijk, nummer 2 op het kaartje. Het hele plan wordt uiteindelijk afgerond aan de noordkant, dat wil zeggen langs de Ruilverkavelingsweg, nummer 1 op het kaartje. Na een enquête onder de bevolking blijkt in Kooks 24% voor senioren en 25% voor starters. Appartementen scoren het laagst bij de enquête. Mochten die er toch komen, dan worden die niet hoger dan 3 lagen. De voorkeur van de geïnteresseerden gaat duidelijk uit naar gewone huizen. Het complete plan van zo'n 100 tot 130 woningen zal voor een aanzienlijke groei van het dorp zorgen. Dit aantal wordt als voldoende gezien voor de eerstvolgende 10 tot 15 jaar. De omvorm van zonnepanelen van consumenten kunnen worden uitgeschakeld bij een piekbelasting. Zo'n piekbelasting betekent dat er meer stroom wordt gevraagd of door ons wordt teruggeleverd dan het huidige net kan vervoeren. Dat uitschakelen gebeurt om overspanning te voorkomen en ruimte te creëren op het stroomnet. De omvormers van onze zonnepanelen zijn zo ontworpen dat ze automatisch uitschakelen als de spanning te hoog wordt. Dit is ook allemaal wettelijk geregeld. Loopt de belasting van het stroomnet weer terug, dan schakelt het systeem zichzelf meestal weer in. Vooral op zonnige dagen kunnen onze zonnepanelen extra veel stroom terugleveren. Als op die dagen de vraag dan klein is, kan de netbeheerder tot deze maatregel overgaan om de zaak in balans te houden. Heb je altijd al willen weten hoe de geschiedenis van de beroemde Zuidwaterlinie in elkaar steekt? Dan heb je nu de ideale mogelijkheid op die vraag een antwoord te vinden. Op 12 oktober startte vanaf het Kerkplein in Raamsdonk een ontdekkingstocht naar die geschiedenis. De reis voert je op wandelschoenen, genietend van de natuur, historie en cultuur, langs de oudste, de langste en de meest gebruikte waterlinie. Hoewel de linie al lang geleden haar militaire functie heeft verloren, is zij nog steeds nadrukkelijk in het landschap aanwezig. Drimmelen, Oosterhout en Waalwijk maakten samen met Breda en Geertruidenberg deel uit van de stelling. En tijdens de wandeling ontdek je, mede door het militaire talent van Menno van Coehoorn, het ingenieuze verdedigingssysteem van forten, schansen, dijken en sluizen. En word je aan het eind van al dat lopen wat te veel? Je kunt op het laatste stuk met een huifkar meerijden. En vergeet je de fototoestel niet. Alhoewel ze best tegen een regenbuitje kunnen, moet je niet te lang wachten om al die schitterende kunstwerken nog dit jaar te kunnen zien. Want dat zijn al die zandsculpturen in Oosterhout. Pure kunstwerken. In de tuin van Sint-Catharinadal, midden in de Heilige Driehoek, zijn opnieuw verschillende kunstenaars aan het werk geweest. Deze zandsculpturen zijn gemaakt van jong rivierzand. Dat zand laat zich beter stapelen en kitten, daardoor makkelijker op elkaar. Eerst wordt het zand in lagen in een bekisting gestort en laag voor laag met voldoende water heel goed aangestampt. Pas als deze bekisting wordt verwijderd, kan de kunstenaar aan de gang. Als het beeld eenmaal klaar is, wordt het nog zeker 3 keer met houtlijm ingespoten, zodat het extra stevig blijft tijdens een regenbui. De kloostertuin van het Sint-Catharinadal vind je aan de Kloosterdreef 3 in Oosterhout.
Vroeg geleerd, oud gedaan, is een oude, maar ook vandaag de dag nog een heel actueel gezegde. Een mooi voorbeeld hiervan is een leuk en sportief initiatief in Maden. Kinderen op zeer jonge leeftijd al voorbereiden op een sportief leven. Het bevordert de motoriek en het leren samenwerken al voordat ze naar de basisschool gaan. Arne van Elshout en Paul van Dijk ontdekten dit gat in de markt. Zo'n 2 jaar geleden begonnen zij hun ideeën vorm te geven. Nu staat er op een gemiddelde zondag zo'n 75 kinderen buiten op het veld bij Maatse Boys of bij slecht weer in de Amerhal. Bij FC Mini spelen de kinderen met hun ouders aangepaste activiteiten. Stap voor stap leren zij met simpele spelletjes samen iets te bereiken. In de hoop dat zij zelf snel zelfstandig het samenspelen doorkrijgen. Een zeer belangrijke start in een sportieve toekomst. Wilt u dat wij ook een verslag doen van een andere special activiteit in onze gemeente? Laat ons weten via mail aan publicatie@omroepdrimmelen.nl. U kunt onze uitgezonden items ook terugkijken op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien wij u volgende week weer terug. Tot dan!